Nou, we zijn bij Stinapa met een verbouwing van het kantoor bezig geweest en daarbij hebben we wat spullen verplaatst. Ik ben als nieuwe manager van het Marine Park pas begonnen en we zijn bezig met het opruimen van materialen. Er zijn heel veel mooie foto's waarbij zaken over de geschiedenis van het Bonaire Marine Park goed zijn vastgelegd en die staan eigenlijk te vergaan. Dus we vinden het mooi dat Boy de mogelijkheid heeft bij Fuhikubo om dit allemaal te digitaliseren en voor toekomstige generaties ook vast te leggen. Welke type foto's hebben we hier? We hebben van alles en nog wat. Het gaat over constructies in het onderwaterpark, gebeurtenissen in Lac, Pink Beach, vervuilingen van het Marine Park, maar ook dingen als visserij. En Bonaire Marine Park maakt natuurlijk onderdeel uit van de geschiedenis en is een iets waar veel mensen verbinding mee hebben. Dus. Bonaire kent niet zoveel stormen, maar heeft wel stormen gekregen. Hebben jullie ook foto's hiervan? Ja, we hebben natuurlijk pas de storm Matthew, de Hurricane Matthew gehad en de golven na Matthew. En één onderdeel van waar deze foto's over gaan is onder andere de voorgaande tropische stormen en hurricanes. We hebben Omar, Ivan en Lenny gehad. En in deze mappen zitten ook daar foto's van. Dus je kunt mooi vergelijk maken van de schade nu naar Matthew en de schade naar andere tropische stormen. Nog een vraag is, zijn er ook onderwaterfoto's hierin? Ja, er zijn ook foto's van het Bonaire Marine Park van onderwatersituaties. Dus je kunt ook op sommige delen vergelijk zien van bepaalde dive sites voorheen en hoe ze nu zijn.